Welkom bij Café Welsmatch. Ik ben jullie host George. En aan de andere kant van de tafel een bijzondere gast, Wybren van Haga. Wybren, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor je komst. We hebben genoeg om te bespreken. Toch wil ik even kort langs jouw persoon lopen. Voor de mensen die jou nog niet kennen, die waarschijnlijk onder een steen hebben geleefd, want je bent prominent in het nieuws het laatste jaar. Maar toch even een korte intro. Geboren 1967, politicus en ondernemer. Een Britse moeder en Nederlandse vader, getrouwd en vader van 4 kinderen. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja. Interessante vraag vind ik om even mee te beginnen. En er is heel veel verdeeldheid binnen Nederland, maar ook binnen gezinnen. Over, laten we zeggen, het laatste jaar. De coronamaatregelen, corona überhaupt. Wat doet die verdeeldheid bij jullie binnen het gezin? En misschien niet binnen de vier muren, maar opa's, oma's, ooms. Hoe zitten die in de materie? Ja, dat is wel interessant. Hè? Ik had laatst een verhaal gehouden over de parallele samenleving. En ik zie bijvoorbeeld dat mijn studerende kinderen inmiddels totaal in die parallele samenleving tekeer aan het gaan zijn. Daar waar iedereen in het begin nog heel erg meedeed. Ja, die kinderen die liggen in Ubers, die gossen in kelders. Dus die zijn hun eigen leven gelukkig weer aan het oppakken. Het is al jammer dat de universiteiten natuurlijk er niet aan meewerken. En de middelbare scholen en iedereen met die stomme mondkapjes oploopt. En je ziet ook bij de ouderen, dus bij mijn schoonmoeder en bij mijn eigen ouders. Die waren in het begin heel bang. Ja. Allemaal namaste en gedoe. Maar die zijn inmiddels ook ervan overtuigd dat het toch in grote mate overdreven is. En dat het niet ebola is dat rondwaart. Dus nee. Die knuffelen gewoon hun kleinkinderen weer. En iedereen is toch weer normaal geworden. Ja. Ja, kijk, mijn moeder is Engels. Dus die heeft altijd een veel groter gevoel van vrijheid. Hè? De Engelsen die hebben ons notabene bevrijd. En mijn opa die heeft daar ook een rol in gespeeld. Hè? Dus het was altijd een moeilijk verhaal, die hele oorlog. Hè? Je ziet nu dat heel veel andere partijen proberen de oorlog de hele tijd erbij te halen. Of mensen die de oorlog erbij halen weer te framen. En dat is een enorm conflict. Ja. Maar bij ons was het altijd zo dat, ja, omdat mijn opa in de Tweede Wereldoorlog aan de Engelse zijde had gevochten. En dat gevoel voor die vrijheid, voor dat vechten voor de vrijheid veel groter was. En er altijd een beetje een soort negatieve connotatie was bij de Nederlanders. Die zich niet zo van de goede kant hadden laten zien in de oorlog. Dat, ja, wij hadden altijd het idee, wij zeggen er maar niks over. Nee. En dat vind ik ook een goed gebruik. Alleen binnen de corona-situatie is daardoor ook mijn gevoel voor vrijheid, denk ik, toch ook nog iets anders ingekleurd. Ja, want even dat stukje vrijheid, waar ik zo overigens even op terugkom. Ik wil eerst nog even kort in je achtergrond duiken. Na je studie elektrotechniek aan de TU te Delft en je studie rechten in Leiden ging je in militaire dienst. En je zat bij het korps commandotroepen. Kun je daar nog iets over vertellen over die periode? Wat heb je daarvan kunnen opsteken? Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik kwam bij het KCT aan als hele arrogante student. Ik was net klaar. Mm-hmm. En de wereld lacht je toe. Je denkt dat je heel erg slim bent en dat je de wereld gaat veroveren. Nou, dat is dan niet zo. Dus je wordt daar zorgvuldig afgebroken. En ik denk dat ik daar in ieder geval mijn arrogantie kwijt ben geraakt. En heel veel respect heb gekregen voor, ja, voor wie dan ook. Ja. Er is altijd wel iemand in een bepaalde situatie die iets beter kan dan jij. En zeker als je een aantal nachten niet geslapen hebt of je een tijd niet gegeten. Dan ben je afhankelijk van andere mensen. En sommige mensen zijn ontzettend goed in iets wat jij op dat moment niet kan. En dat is heel mooi. En ja. De mensen zijn verschillend. En ik denk dat je dat daar met name leert te waarderen. En ik vond het ook goed dat toen iedereen nog gewoon in dienst moest. En daardoor kreeg je ook nog dat beeld van, ja, we hebben ooit met het gebroken geweertje hebben we onze vrijheid verloren. Laten we dat nooit meer doen. Nee. En daarom vond ik het ook mooi om 1,5 jaar te dienen. Om ook, ja, een bijdrage te leveren aan het feit dat we onze vrijheid moeten blijven verdienen. En daarom vind ik het ook wanstaltig dat we nu 4 miljard per jaar tekortkomen op ons defensiebudget. En ons niet houden aan de afspraken binnen de NAVO bijvoorbeeld. Om 2% van het BNP te besteden aan onze defensie. Ja, onze hele leger past in de Amsterdam Arena op dit moment. Ja. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, opzienbarend feit inderdaad. Om even terug te komen, want dat pakken we zo zeker nog even op. Want na je dienstplicht heb je ook nog eens een keer 10 jaar voor Shell gewerkt. Ja. Hoe kijk je terug op die tijd? Wat heb je daarvan mee kunnen nemen in het huidige bestaan? Ja, kijk, Shell is een hele professionele organisatie. En mensen in Nederland vergeten wel eens dat daar gewoon hele leuke mensen werken. Die het beste voor hebben met de planeet. En die alles veilig en goed voor het milieu willen doen. En ik merk ook in alle landen waar je komt en je zegt dat je voor Shell werkt of hebt gewerkt. Dan vinden ze een prestatie, vinden ze echt knap. Want Shell wordt overal bejubeld. Hè. Die komt ergens binnen en zorgt dat alles goed gaat. Dat er gelokaliseerd wordt. Dat er lokale bevolking wordt opgeleid. Dat is een enorm sociaal en goed bedrijf. Het enige land waar je bijna moet schamen dat je voor Shell hebt gewerkt is Nederland. En dat is absurd. Waar komt dat vandaan, denk je? Ja, het is een mengeling van jaloezie en decadentie, denk ik. Aan de ene kant is het natuurlijk een multinational. En er is sowieso een afkeer ontstaan van het hele bedrijfsleven. Hè. Ondernemer mag je tegenwoordig niet meer zijn. Maar als je dan ook nog een groot bedrijf bent, nou, dan ben je helemaal een grote graaier. Maar een multinational van dat formaat, hè, een van de grootste bedrijven ter wereld, die het zo goed doet. Nou, dat is voor veel mensen is dat een bron van ergernis. Ja. En mensen zijn ook vergeten dat... nou, niet iedereen trouwens hoor, maar mensen zijn vergeten dat we in grote mate afhankelijk zijn van dat soort goed functionerende bedrijven. Ja. Als je een taxichauffeur in Den Haag spreekt, die is ontzettend blij met Shell. Want die heeft ontzettend veel ritjes naar Schiphol, tussen Den Haag en Schiphol. En, dus die snapt dat wel, maar de gemiddelde GroenLinks Kamerlid, die begrijpt er helemaal geen jota van. Nee. Je bent in 2002 overigens ook succesvol begonnen als ondernemer. Onder andere in ICT, vastgoed, zorg, zonnepanelen. Wat bracht je ertoe om eigenlijk in de politiek te gaan? En waarom de VVD? Nou, ik ben vanaf mijn 15e lid van de VVD. En dat was gewoon omdat ik... als ik het heel, heel bazaal zeg, is het gewoon omdat ik een autoriteitsprobleem heb. Dus ik wil gewoon vrij zijn. Mm-hmm. Dus dat autoriteitsprobleem vertaalt zich dan in vrijheidsdrang. Maar in de kern is het gewoon, ja, ik had problemen met schoolmeesters, met leraren, met alles wat autoriteit. Ja, met sergeanten in dienst. Dus altijd. Ja. Inmiddels ben ik wat ouder, dus het... De wilde haren zijn wat... Natuurlijk, dus op een gegeven moment verdwijnt dat, maar zeker in mijn jeugd. En ja, als je dan politiek bewust bent en je moet een politieke partij daarbij kiezen, dan... Met een liberale insteek? Vond ik de liberale stroming wel mooi. Ja. En in die tijd, zeker in de tijd van Bolkestein, was de VVD ook nog wel echt keihard liberaal. Gewoon echt libertarisch. Ja. Kleine overheid. Als jij werkt, moet je daar goed voor betaald krijgen. Als je 2 keer zo hard werkt, word je 2 keer zoveel betaald. En als je succes wil hebben, als je wil aspireren, nou, dan moet het kunnen. Hè. Maar je moet ook kunnen falen. Dus als jij 30 jaar op een bank met een zak wokkels gaat zitten Netflixen... Ja, dan moet je niet gaan lopen zeuren dat je na 30 jaar nog steeds in de uitkering zit. Nee. En dan moet je ook niet jaloers gaan worden op diegene die 30 jaar lang zich te pletter heeft gewerkt... en inmiddels luxe heeft. En, 2 zakken wokkels. 2 zakken wokkels en een groot scherm, ja. Ja. Want ik heb jou ook horen zeggen dat als je niet uit de fractie was gegaan bij de VVD, dat je daar nog steeds zou zitten. Denk je daar nog steeds over gezien de huidige omstandigheden? Het huidige beleid van pak een beetje het laatste half jaar. Zou je die uitspraak dan nog steeds doen? Ja, dat denk ik wel, maar dat is niet een. Dat is meer een zwakte dan een kracht. Kijk, ik ben heel slecht in het opgeven van iets. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant is dat goed, want daardoor haal je wel een groene beret. Maar aan de andere kant blijf je daardoor heel, heel erg lang hangen in een bepaalde moeilijke situatie. Ja. Kijk, de VVD was na 38 jaar echt niet meer mijn partij. Nee. Maar ja, het is makkelijker voor mij dan om door te gaan en proberen er iets van te maken dan te stoppen. Ja. Dus ik was nooit uit mezelf gestopt. Maar nee. Het is een godsgeschenk geweest dat ze me eruit hebben geflikkerd. Ja, want stel dat je daar nu had gezeten, hoe had je daar dan mee omgegaan? Want jullie staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Als ik de debatten volg in de Kamer, tegenover Rutte. Ja. Dan herken ik niks meer van dat het voor jou een prettig thuisbasis zou kunnen zijn. Nee, dat is ook heel vreemd. Maar ik ben nog steeds een libertariër en ik vind nog steeds precies hetzelfde. Ja. Alleen ik merkte opeens, zeker toen ik al uitgegooid was, dat Thierry en Theo toen, maar voornamelijk Thierry omdat hij er altijd was, eigenlijk precies dezelfde ideeën had. Ja. En veel scherper en veel zuiverder op dat vrijheidsideaal zat. Ja. En bij de VVD, ja, met alle respect,
En er zitten natuurlijk echt nog wel goede mensen. Maar de meeste mensen hebben dat gevoel helemaal niet zo hard meer. Nee. Het is toch een systeempje geworden van mensen die ambtenaar waren. Of persoonlijk assistent van een minister. Of persoonlijk medewerker van een Kamerlid. En die stromen dan door. En het is meer een soort beweging geworden waarin baantjes gevuld worden. Ja. Maar er zit geen enkele ondernemer in bijvoorbeeld. Er zit geen enkele arts in. En dat zie je bij Forum veel duidelijker. Dat is nog toch meer een start-up. Waarbij iemand heeft dat laatst opgegeven. Ik geloof dat we 400 ondernemers jaren in de top 20 hadden. Ja. Dat is gigantisch. Al die mensen die hebben banen, die doen wat. Die staan met een poot in de modder. Ja. Dus die hebben een hele andere kijk op de problemen die aangedragen worden. Terwijl bij de VVD, er wordt een beetje gekeken, wordt afgewogen. Maar dat zie je dan, Gasveld in Groningen, Marrakesh, al dat soort dingen. Het gaat gewoon allemaal door. Het zijn politieke problemen. Er wordt niet echt gekeken, wat is nou het optimum voor het Nederlandse volk? Totaal niet. Want dat is zo even over Baudet. Jij noemde hem ooit een van de beste campagnevoerders van Nederland. Ja, nog steeds, absoluut. Waarom? Heb je de Vrijheidskaravaan gezien? Ja. Ja, ik vond het fenomenaal. Ik bedoel, ik kon het niet volhouden. Ik ben niet bij iedere stad erbij geweest. Thierry is in iedere stad zinderend tekeer gegaan. En dat was een fantastisch verhaal. En we kwamen van een achterstandspositie met net een splitsing achter de rug. En, mm-hmm. en niemand gaf nog ook maar iets voor onze toekomst. En dat heeft hij toch met die vrijheidskaravaan. En die boodschap zo keer op keer hardwerkend neerzetten. Heeft hij dat omgeturnd. En dat was fenomenaal. Mooi om mee te maken. Ik ben niet zo'n campaigner. Ik heb het altijd gedaan hoor. Ook bij de VVD. Belletje trekken. En folders uitdelen. Mensen proberen te overtuigen. Maar ik ben meer van de 1-op-1 campaign. Hè. Ik probeer jou straks over te halen om op Forum te stemmen. Misschien heb je het al gedaan. Misschien ook niet. Dus gaan we het zo nog even over hebben. Want aanvankelijk ging je in je eentje verder. Mei vorig jaar maakte je bekend lid te zijn geworden van Forum. Waarom specifiek die partij? Wat trok jou aan om daar verder te gaan? Nou, ik denk voornamelijk de helderheid van de standpunten. En ook een beetje de herkenning van de ruwe diamant. Als alles een soort smoke and mirrors is en je niet meer weet wat het eigenlijke ideaal is, zoals nu bij de VVD, maar ook bij het CDA. Mm-hmm. En ook bij D66, dat is misschien wel de grootste farce. Ja. Dat je al die mooie idealen van Hans van Mierlo, er is niks meer van over. Nee. Het referendum, de gekozen burgemeester, niks. Nee. Maar het zijn lieve mensen en ze deugen ontzettend, maar die idealen zijn weg. En ik vond bij Forum, en natuurlijk met name bij Thierry, want die is heel erg ongepolijst en heel erg direct in zijn mening. Ik vond het mooi. Ja, het werkt ook wel eens tegen hem, zijn ongepolijste houding, om het zo maar even te zeggen. Want jullie werden ook vaak gezien als extreemrechtse partij met racistische en antisemitische kenmerken. Waar komt dat beeld vandaan? Wat heeft ervoor gezorgd dat er ook, en ik zeg specifiek even ook, want er is ook een ander beeld, zo'n beeld is ontstaan? Ja, kijk. Er zijn meerdere parameters in dit hele verhaal. Mm-hmm. Aan de ene kant is het zo dat voor de andere partijen is het heel moeilijk om op inhoud die strijd aan te gaan als de ander zo duidelijk en zo zuiver op zijn onderwerp zit. Ja. En dan worden er spelletjes gespeeld. Dus dan worden er bij andere spindokters in andere partijen worden dit soort dingen ook bedacht. Mm-hmm. Het is een godsgeschenk voor de andere partijen om bijvoorbeeld appjes te hebben van een andere partij. Die appjesgate, dat werd gewoon aangegrepen en dan wordt dat gespind door andere partijen. Dus ik denk dat het veel groter is gemaakt dan het was. Ik heb ook zelf dat eerste onderzoek goed gelezen. Nou, daar kwam wel wat uit naar voren, maar de mensen die de meest rare dingen hadden gezegd, die waren niet eens lid van Forum. En dat gebeurde in appgroepen die ook helemaal niet aan Forum te linken waren. Nee. Dus het sloeg nergens op. Er zijn wel, geloof ik, 3 mensen gerooieerd toen. Nou, prima. Dat kan overal gebeuren. Dat gebeurt bij een tennisvereniging ook wel eens. Bij die tweede appjesgate, toen hebben we, geloof ik, 250.000 apps gescand. Wel de JFVD-appgroepen. Nou, daar kwam werkelijk helemaal niks uit. Nee. Dus van lieverlee, en ik ben daar echt wel goed ingedoken.
bekroop bij mij toch wel een beetje de gedachte van ja, dit is gewoon een wapen dat de andere partijen misbruiken. En ja, dat is een bepaalde vorm van framing. Aan de andere kant is het ook zo dat als je ongepolijst bent, geef je natuurlijk ook de ander de hele tijd munitie. Mm-hmm. En die gaat tot gebruik en die schiet daarmee. Ja. Dus daar moet je denk ik ook een beetje mee oppassen. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen dat Baudet ook wat onhandige uitspraken heeft gedaan. Die misschien toch ook een beetje een bepaalde sfeer hebben neergezet. Hij heeft vorig jaar ook eens flink ernaast geschoten. Bijvoorbeeld het verhaal met de conducteurs. Ja, het is natuurlijk niet allemaal zo dat Baudet heel erg polijst overkomt. En misschien kan dat ook niet anders. Ik vind dat moeilijk, hè? Want bij ieder verhaal waar ik in ben gedoken, en ik kan niet over alles exact de waarheid nu vertellen, maar bij ieder verhaal waar ik in ben gedoken blijkt de context toch totaal anders te zijn. En dan blijkt er toch een hele andere kant aan het verhaal te zitten. Ja, en niet altijd is Forum in de gelegenheid om exact dat ware verhaal te vertellen. En soms komt het ook heel raar in de media. Hè? De opmerking van wat zou je ervan vinden als je dochter met een neger thuis komt? Ja, ja, die ook in de appgate. Ja, die opmerking op zich. Ja, dat is een vreselijke opmerking. Ja. Dat is niet leuk. Nee. Nee, daar neemt iedereen afstand van. Mm-hmm. Maar als die opmerking wordt gemaakt in een discussie, in een besloten appgroep, waarbij iemand zegt van Assyrische afkomst, van goh, volgens mij bestaat institutioneel racisme in Nederland niet. Mm-hmm. En nou, je zegt, ja, ik denk dat ook niet. Nee. En dan zegt Thierry, nou, ik denk van wel. Zeg maar eens tegen de gemiddelde, vraag maar eens aan de gemiddelde Nederlander of wat hij ervan vindt als zijn dochter met een neger thuis komt. Dat is een heel andere vraag op dat moment. Ja. En de conclusie binnen Forum is, het bestaat. Ja. Racisme bestaat. Ja. En wij moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Ja. Want wij zijn er tegen. Maar wij gaan ook nog een stap verder. Wij vinden ook, iedere vorm van positieve discriminatie vinden we ook verwerpelijk. Mm-hmm. Dus die discussies worden gevoerd. Ja. In die context is die opmerking totaal anders. En zo is er elke keer wat. Maar het wordt zo snel door links Nederland geframed. Ja, en dan ontstaat er een soort rook. En dan zegt hij, oh, rook is vuur. Mm-hmm. Ja, dat wordt ook. Kijk, ik heb te lang bij de VVD gezeten om niet te weten hoe het werkt. Mm-hmm. Het wordt verzonnen, het wordt opgeport. En dat is verwerpelijk. Maar het is nou eenmaal hoe het spel gespeeld wordt. Ja. En als je weet hoe het spel gespeeld wordt, ja, dan kun je daar misschien soms wel wat meer rekening mee houden. Ja, want binnen Forum, hoe zit het met de diversiteit binnen jullie partij? Is er diversiteit binnen jullie partij? Bedoel je uiterlijke diversiteit of innerlijke diversiteit? Nou, laten we beginnen met de uiterlijke. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja? Ja. Lopen er mensen van andere etnische achtergronden bijvoorbeeld in jullie partij? Van kleur? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Want... Nee, nou, maar het was grappig. Ben je wel eens naar zo'n vrijheidskaravaan geweest? Nee. Nee, nou, ik parkeerde altijd mijn auto redelijk ver weg. Mm-hmm. En dan liep ik zo'n beetje en dan loop je met de mensen op. En dan kom je met mensen in gesprek. Alles zat ertussen. Ja. Van alle soorten, lagen, kleuren. En dacht ik, ja, dat is toch wel gek. Wordt dat een beetje weggemoffeld? Want wij zien daar, als Jan met de pet op tv bijvoorbeeld, zien wij dat niet terug. Is dat bewust? Nou, het interesseert ons helemaal niks. Nee. Kijk, mij interesseert het echt niets. Wat voor kleur of wat voor seksuele geaardheid iemand heeft, totaal niet. Mm-hmm. De eerste keer dat ik bijvoorbeeld bedacht dat Gerry Eickhoff van kleur was, was toen hij daar zelf over begon. Ja. Ik heb die man altijd op televisie gezien en ik vond dat een goede nieuwslezer of een goede journalist. Maar de eerste keer dat doordrong, was toen hij zelf daar een punt van maakte. Ja. En ik weet niet hoe oud jij bent, maar 50. Ja, ik ben 54. Toen wij jong waren, speelde het toch helemaal niet? Het speelde minder. Er werd minder over gesproken. Dat sowieso. Het speelde wel. Maar het lag er ook een beetje aan waar je in het land begaf. Nou, misschien is dat. Maar ik heb in ieder geval nooit daar een punt van gemaakt. Ik heb nog nooit iets racistisch. Nog nooit iets homofoobs. Nee. Ik blijf daar ver van. Maar het zit ook bij Forum, zit het niet in het systeem. Nee. Alleen daardoor ga je er misschien ook wel wat makkelijker mee om. Ja. Want hoe zou jij Forum voor Democratie willen typeren? Wat is nou echt het gedachtegoed van die partij wat ze willen uitdragen? Hoe zie jij Forum voor Democratie als Wieberen? Als ik aan jou vraag, ja, Forum voor Democratie staat voor.
Nou ja, kijk, ik zit er natuurlijk nog maar kort bij. Hè? Dus ik ben er echt in die coronacrisis bijgekomen. En toen waren alle kernstandpunten waarop Thierry de beweging groot heeft gemaakt. Mm-hmm. Toch een beetje soevereiniteit terug naar Nederland, minder of uit Europa. Het klimaatprobleem tot normale proporties terugbrengen. Dat soort zaken. Een referendum bijvoorbeeld introduceren. Dat zijn allemaal punten die de vrijheid van zeg maar de kleine gemeenschap willen vergroten. Ja. Dus dat je minder een zeg maar, provincie in Europa bent, mm-hmm. Dan dat je een eigen soevereine staat bent. Nou, dat culmineert allemaal nu in corona, want corona is nu het alleroverheersende thema. Maar het gaat toch allemaal om vrijheid en de weerstand tegen een onderdeel worden van een klein radertje in een heel groot systeem waar je niks meer controleert, waarbij de overheid gigantisch is en alles van je weet. En ik denk dat wij nou, een beetje het Asterix en Obelix dorpje zijn, dat nog probeert te beschermen. Ja, want waar wil je eigenlijk naartoe met Forum voor Democratie? Wordt dit de zoveelste oppositiepartij of willen jullie het verschil maken, zoals Baudet bijvoorbeeld aangaf, door een brede tegenbeweging te vormen? Waar willen jullie heen? Je moet heel erg oppassen dat je niet op een gegeven moment, net zoals de PVV, controlled opposition bent en daar wel bezig bent en ontzettend je best doet, maar niks klaarspeelt. Nee. Dus is dat zo? Want dat zeg je nu. Is de PVV controlled opposition? Ja, ik denk dat Geert, die is de beste debatteur zeg maar, van de oppositie. Die doet mm-hmm. het fantastisch. Mm-hmm. Maar hij wordt gewoon genegeerd. Ja. En in die positie wil je niet terechtkomen. Nee. Er zit een cordon sanitair omheen. Ja, kijk, als je echt iets wil bereiken, dan zul je toch het spel moeten meespelen. Ja. Dus ik hoop dat wij ergens tussen de VVD en de PVV... wel een acceptabele rol kunnen spelen. Mm-hmm. Waarbij je ook echt iets kan veranderen. En de PVV verandert natuurlijk op dit moment helemaal niks. Ook al zijn ze vrij groot. Ja. Zou het wat jou betreft mogelijk zijn dat jaar 21 nog zou terugkeren bij jullie? Nou, ik denk dat vanuit de partijen onmogelijk is. Mm. Ik wist ook op dat moment, ik zat er zo kort bij toen, dus ik wist niet helemaal wat er gebeurde. Ik ben natuurlijk wel, ik zat natuurlijk met mijn neus bovenop, maar het feit dat er toch een coup al een tijdje was voorbereid en er allemaal sentimenten waren van voor mijn tijd. Mm-hmm. Ik denk dat het de kans nul is, ja. Ja. Maar dat laat onverlet dat we prima... Mensen die een andere mening hebben en ook een beetje aan de rechterkant van het spectrum zitten, in ieder geval op het economisch terrein, ja. Dat je daar gewoon goed mee kan samenwerken. Ja. Dat lijkt me evident. Het zijn ook geen vervelende mensen, alleen zeker op het coronastandpunt liep het gewoon totaal uiteen. Ja, het coronastandpunt, natuurlijk een hele interessante. En dan raak ik ook gelijk het woord censuur aan. Wil ik toch even meenemen. Jij bent vlak voor de verkiezing regelmatig gecensureerd. Heeft dat invloed gehad, denk jij, op de verkiezingsuitslag? Ja, absoluut. Ja, of je nou fraude noemt of iets anders. Ik denk dat fraude zeer beperkt is geweest. Al gebeuren natuurlijk wel rare dingen, maar die gebeuren altijd. Maar het beïnvloeden van de verkiezingen, dat gebeurt continu. Hè? Met peilingen, met de NPO, het soort mensen dat wordt uitgenodigd. En inderdaad ook via de sociale media. Ja, ik had bijvoorbeeld met Flavio Pasquino een opname gemaakt over een filmpje dat was verwijderd van YouTube. En dat filmpje, of die opname met Flavio, die werd gewoon binnen een paar uur werd die verwijderd. Ja. Terwijl, ja, waar ging het over? Ik stel een vraag aan Van Dissel over de IFR van corona. Nou, of die ongeveer hetzelfde is als die van influenza. Mm-hmm. Hij bevestigt dat. Het filmpje kan je gewoon zien op Debat Direct. Er is helemaal niks mis mee. Het is een vraag van een Kamerlid aan een expert. Hij zegt ja. Ik post dat en YouTube haalt het eraf. Ja. En dan ook nog eens een keer de beschouwende versie met Flavio nog een keer. Dat is totaal bezopen. Een ernstige vorm van censuur eigenlijk. Ja. Absoluut. En het beïnvloedt de verkiezingen. Maar ja, wij zijn ook niet zo gewend aan al dat soort bedrijven. Dus daar zal de samenleving regels voor moeten bedenken. Van, ja, mag de zittende macht
In het licht van de verkiezingen. De minderheid op die manier kortwieken. Maar ik hoor je ook zeggen, en dat vind ik best wel opvallend. Fraude is er altijd ergens wel. Is dat iets wat we dan wel moeten aanvaarden? Of wat kunnen we daarmee? Want het woord fraude is niet echt een positieve benadering van iets. Maar dat we dat zeg maar oogluikend toelaten, dat baart mij wellicht nog meer zorgen. Hè? Want uiteindelijk zeg je, daar hebben we het helemaal mee te doen met die fraude. Maar is dat niet heel kwalijk? En hoe kunnen we dat rechtzetten? Ik ben tegen fraude, ik ben tegen het overtreden van de wet. Ik ben ook voor strenge straffen, maar... De mens is intrinsiek niet altijd het goede aan het doen. Nee, maar dat zou je wel van de politiek verwachten. Nou, dat vraag ik me af. Nee, dat zijn ook gewoon mensen. En kijk, bijvoorbeeld het ronselen van stemmen is verboden. Mm-hmm. Iedere partij vraagt toch mensen om zoveel mogelijk machtigingen in te vullen. En dat was bij de VVD vroeger al zo. Ik geloof dat het CDA naar bejaardentehuizen reed om die mensen vervoer aan te bieden. Ja. Het is niet altijd even duidelijk, denk ik, voor de meeste mensen waar die grens is waarbij het onethisch wordt. Maar goed, die is dus heel makkelijk op te schuiven. Er zit rek in. Nee, maar kijk, een enkele stem. Je mag geloof ik 2 of 3 volmachten mag je meenemen. Maar kijk, dat is iets anders dan grootschalig frauderen. Ja. Echt containers met valse stemmen erbij doen. Nee, dat gebeurt hier niet. Nou, dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Nee. Ik weet wel dat in de Verenigde Staten zijn er echt hele rare dingen gebeurd. Maar nog steeds, dan kom je bij de rechter. En de rechter heeft niet echt gezegd van dit is verder het onderzoek waard. Nee, goed, daar kun je ook vraagtekens bij plaatsen. We hebben hier ook een paar opmerkelijke uitspraken gehad van rechters die niet veel later weer worden teruggedraaid. Terwijl je toch denkt van hier wordt het recht gesproken. Dus daar valt nog wat van te zeggen. Merk je dat je nog steeds wordt gecensureerd op in het huidige moment? Want ik hoor wel eens wat debatten. Ik merk wel dat je heel erg monddood wordt gemaakt. Dat je vrij agressief wordt bejegend tijdens je debatten. De mensen waar je verhaal aan kwijt wil. Ze zijn niet heel erg meeverend, meelevend. Er is één waarheid en daar houdt iedereen zich krampachtig aan vast, lijkt het. En alles wat daar buiten wordt verteld, door bijvoorbeeld jou of Wilders, wordt gelijk afgeschoten. Waar komt die mentaliteit ineens vandaan? Waarom is het zo agressief richting jullie? Maar is dat niet altijd zo als op een gegeven moment je in iets gelooft en dat blijkt niet waar te zijn, dat je dan nog harder gaat proberen het maar te geloven en redenen verzinnen waarop dat waar is? Volgens mij is de hele corona situatie is door het ijs gezakt. Iedere maatregel, of het nou de lockdown is, of de mondkapjes, of de avondklok, click and collect, 4 uur tussenruimte. Niets heeft ook maar enige invloed gehad op wat voor besmettingsgrafiek dan ook. Nee. Dus in de verschillende landen met dezelfde soorten populatie. Je kan het allemaal vergelijken. Er is niets van waar gebleken. Nee. Natuurlijk is het zo dat het bestaat en dat er een IC-capaciteitstekort is. Dat snap ik allemaal wel. Ja. Maar die maatregelen, daar zijn we het over eens. Niemand kan dat meer rechtvaardigen. Nee. Nou, dat gelooft inmiddels denk ik de slimmere coalitie. Kamerlid gelooft dat ook. Ja. Ik heb wel in de wandelgangen mensen gehad, met name een beetje beta-achtige types. Die zeiden van ga zo door. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik zeg, maar waarom zeg je dat niet? In onze fractie ben ik in mijn eentje. Dus dat worden ook monddood gemaakt, als het ware. Nou, ik denk dat als jij een redelijke alfa bent en je kan geen grafiek lezen en je snapt niet wat een exponentiële curve is, en dan is het ook wel lastig. Ja, lastig om je dan uit te spreken, omdat de kennis dan ontbreekt gewoon? Ik denk dat heel veel kennis ontbreekt. Ik vind het ook heel jammer dat er zo weinig artsen in de Tweede Kamer zitten. Uh-huh. Die hadden in ieder geval de medische nevenschade of de medische afweging kunnen maken. Hoeveel mensen overlijden er nu aan kanker per dag in Nederland? En hoeveel mensen worden niet gediagnosticeerd nu? En hoeveel mensen gaan daardoor dood? En wat is dan de leeftijdscategorie waarin dat allemaal plaatsvindt? Ja. Dat moet je toch leggen naast die corona-gevallen die je probeert te voorkomen. Ja. En als dat niet in balans is, maar er werd helemaal niet over gepraat. We zijn één grote
een grote viroloog en epidemioloog groep geworden. Ja. En wat die mensen zeiden was waar. En de levensschade is verder niet meegenomen. Michele Schippers heeft er een stuk over geschreven. Nou, die werd ook meteen monddood gemaakt. Carla Peters die schreef dat over mondkapjes. Dat het echt totale onzin is. Schadelijk voor de gezondheid. Nu zelfs een milieuprobleem creëert. Omdat miljarden mondkapjes overal rondslingeren. Ja. Het wordt allemaal niet meegenomen. Wat ik ook een beetje mis is, we zitten al een jaar in deze rare situatie. Ik mis ook een stukje investering in de zorg. Ik mis een stukje IC-capaciteit. Hoe zie jij dat? Want we zijn inmiddels een jaar verder. En wat is er eigenlijk gebeurd in de tussentijd om dat op te vullen? Nou, dat is precies wat we van het begin af aan hebben gezegd. Hè? In Noord-Rijn-Westfalen hebben ze 5 keer zoveel IC-bedden, evenveel personen. En daar hebben ze dus in ieder geval geen capaciteitsprobleem. Nee. Dan kun je nog steeds, als je heel bang bent voor corona, kun je alleen maatregelen nemen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar ze hebben geen capaciteitsprobleem. Nee. Wij zijn in de afgelopen 5 jaar van 2200 bedden naar 1100 bedden gegaan. Nou, we hebben een beetje opgeschaald. Hmm. Maar we hadden ook in maart vorig jaar kunnen zeggen, oké, we gaan nu als de wiede weer gaan we die zorgcapaciteit gaan we omhoog brengen. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee, en wat ze vooral gebruiken als argument is, nou ja goed, we kunnen wel bedden leveren. Maar het personeel, maar waarom blijft het personeel achter? Daar zou een reden voor zijn. Worden ze onderbetaald? Waarom kunnen we niet geschikt personeel vinden om te zorgen dat die capaciteit in orde is? Is dat ook echt daadwerkelijk zo? Of is dat een dooddoener? Nou, dat is absoluut belachelijk. Kijk, als hier echt, als we dat echt zouden willen, zouden we er een project van maken. Dan zijn er natuurlijk talloze opties. Je kunt verpleegkundigen uit het buitenland halen. Dat werd ook aangeboden. Gaat om de urgentie. Er is een schip aangeboden met 500 IC-bedden met personeel. Nooit gebruikt? Nee, niet eens over gepraat. Nee. Een beetje over gelogen door Tamara van Ark. En uiteindelijk hebben ze daar geloof ik wel naar gekeken. Maar er is een totale onwil om het probleem op te lossen. Ja, nou, en dat zit op meerdere vlakken. Niet alleen bij de IC-capaciteit, maar ook bijvoorbeeld het onderzoeken van medicijnen. Kijk, ik ben geen farmacoloog. Nee. Maar ik lees wel alle onderzoeken over ivermectine, remdesivir, hydroxychloroquine met zink. Nou, ivermectine schijnt hele goede resultaten te hebben. Nu is er net weer een onderzoek gepubliceerd waar dat weer in wordt bevestigd. Ja, in Nederland zijn we alleen maar bezig met een soort religieuze obsessie voor het vaccin. Ja. En verder kijken we nergens meer naar. Terwijl in een zakelijke, bedrijfsmatige aanpak zou je op alle drie de paarden hebben gewed. Ja. Zou jij het vaccin nemen? Ik hoef geen vaccin. Nee, ik ben 54. Ik ben kerngezond. Als je 10 jaar verder zou zijn en je bent wat minder gezond, zou je het dan nemen? Nou, dat mRNA-vaccin, daar heb ik te veel verhalen over gelezen. Maar ik vind een arts moet dat beoordelen. Mm-hmm. Niet voor mij. Kijk, ik beoordeel het voor mezelf. Iedereen moet het voor zichzelf beoordelen. Mm-hmm. Als je een aandoening hebt, of je bent kwetsbaar, of je loopt echt gevaar of risico. Ja, dan moet je met je arts gaan overleggen. En als die zegt van nou, je moet het doen, dan kan je dat overwegen. Ja. Maar het moet altijd vrijwillig zijn. Het moet nooit een beperking gaan opleveren voor wat dan ook in de samenleving. Maar ik neem geen vaccin, nee. Nee. Maar ik heb heel veel vaccins in mijn leven genomen. Ik heb jaren in Gabon in Afrika gewerkt. Ja, en ook in dienst kreeg je meteen je stereo-cocktail. Ja. Dus ik heb alles, DTP, de hele bende. Ja. Maar een vaccin voor polio dat al 50 jaar lang getest is, en waarvan maar, ik geloof, 3 mutaties zijn. En waarvan vriend en vijand er nu over eens is dat gewoon goed is om te nemen. Ja, natuurlijk neem ik dat. Dit zit maar in de experimentele fase. Hè? Dus ja, we weten er ook nog niet zo heel veel van. Is dat ook een reden voor jou waarom je het dan niet zou nemen? Ja, dat. Dat is de hoofdreden? Nou, er zijn 2 hoofdredenen. Het is en onder stoom en kokend water ontwikkeld. Mm-hmm. Dus je weet het niet helemaal. Maar natuurlijk, het is nog wel getest. Dus de meeste mensen zullen er niks van hebben. Al vond ik die hele discussie over die bijwerkingen ook heel raar. Hè, dat iedereen er zo raar over deed. Maar aan de andere kant, ik heb nog nooit een griep gehad. Als ik corona kreeg, dan ben ik ervan overtuigd dat het een stevige griep zal worden voor mij. En dan het lichaam ruimt het op. Ja, en daarna is jouw immuniteit verbeterd. Ja. Prima, en zo moet het ook. En daarom geef ik ook iedereen een hand en een knuffel. En vind ik het ook prima. Ja. Want ik wil graag dat mijn immuniteit door mijzelf wordt geregeerd. Ja, precies. Ja. En ja, ik,
Ja, ik zal niet snel dat vaccin nemen. Nee. Duidelijk. We hebben recent gezien dat de Nederlandse bank de vrijheid van meningsuiting tracht te beperken via bijvoorbeeld Molly. YouTube en andere social media wordt zwaar gecensureerd. Wat willen jullie als forum hier aan gaan doen? Aan het censureren? De Nederlandse bank? Op welke manier? Nou ja, daar bedoel ik mee. We hebben recent gezien dat de Nederlandse bank de vrijheid van meningsuiting tracht te beperken via Molly. En dat is weer een portaal waar je betalingen moet halen. Nou ja, om toch dat ze toch een bepaalde richting kiezen die heel erg wordt gedicteerd. En wat ik me afvraag is, jullie zien dat natuurlijk ook, dat heel veel gecensureerd wordt. Hè? Ja, maar als ze via Molly iets proberen te beïnvloeden, hoe doen ze dat dan precies? Nou, dat weet ik niet precies. Dat was meer mijn vraag aan jou. Okay. Is het gevaarlijk dat dit soort, bijvoorbeeld de Nederlandse bank, zich daarmee bemoeit? Wat is dat? Ja, ik weet hier echt niks van. Okay. Wat ik wel raar vind, is dat de banken wel stelling nemen in die zin. Mm-hmm. Dat ze bijvoorbeeld met politically exposed persons, op een rare manier omgaan. Ja. Dus als jij PEP bent, dan kun je opeens geen bankrekening meer openen. Nee. Dan worden je leningen worden ingetrokken. Ja. En dat is heel kwalijk. Dat heeft alles te maken met de WWFT. Hè? De wet op voorkomen van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Totale overkill. Dus de hele wereld is nu bezig met een soort papieren tijger. En, en als je PEP bent, of je nou gemeenteraadslid bent, of statenlid, of kamerlid. Dat treft dus alleen de mensen die bijvoorbeeld ondernemer zijn. Ja, maar goed, je ziet het ook bijvoorbeeld bij, laten we als voorbeeld nemen, viruswaarheid. Rekeningen geblokkeerd op basis, zegt men, van diezelfde WWFT. Ja, schandalig. Dit is echt een grof schandaal. Ja, maar wat zouden jullie daartegen willen doen en kunnen doen? Want je kan soms wel dingen willen, maar of het mogelijk is natuurlijk een tweede. Het is een beetje dezelfde discussie als over die censuur. Sommige bedrijven zijn zo groot geworden dat ze onderdeel uitmaken van de kritische infrastructuur. Mm-hmm. En die kritische infrastructuur, die moet niet misbruikt worden om onwelgevallige meningen het zwijgen op te leggen. Nee. En dat gebeurt nu dus op die manier wel. Ja. Zeker bij viruswaarheid, ja. Ik kan me niet voorstellen dat wat voor mening je dan ook aanhangt, dat je het ermee eens bent dat een bank dit doet. Nee. Ik vind het onbestaanbaar. Ja. Maar het is mijzelf in meer of mindere mate ook overkomen. Kunnen we daar ook wat mee? Of is hier bijna niks tegen te doen? Nou, natuurlijk wel. Maar de staat heeft die WWFT natuurlijk ingevoerd. En die vindt het blijkbaar prima dat PEPs zo worden aangepakt. Mm-hmm. Maar de facto worden alleen de PEPs aangepakt die bijvoorbeeld vermogen hebben of een bedrijf hebben. Nou, dus als ondernemer de politiek ingaan is daardoor bijna onmogelijk geworden. Ja. Nou ja, jij hebt het wel gedaan. Dus maar er is ruimte. Nou, dat is best lastig. En dat was ook het grote. Daarom ben ik de VVD uitgegooid. Ja. Ik was ondernemer. En ze stelden steeds meer eisen. Dus je moest eerst je doet afstand van je onderneming. Of je neemt ontslag bij je onderneming. Dus je hebt daar niks meer mee te maken. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, nou, het is toch wel prettig als jij alles onder een stichting hangt. Nou, prima, hang je alles onder een stichting. Dat doen ministers trouwens ook. Maar de druk om geen ondernemer meer te zijn, terwijl je volgens de wet prima ondernemer kan zijn, die is bij de VVD zo groot. Maar dat is ook wel begrijpelijk, want het zijn alleen maar ambtenaren en mensen die nog nooit, die geen notie hebben van wat een ondernemer doet. Nee. Alleen daarom begreep ik ook niet, als er 2 miljoen ondernemers zijn die hard geraakt worden door corona, hoe is het dan mogelijk dat bij een verkiezing die 2 miljoen mensen nog steeds op die gevestigde partijen stemmen? Ja. Nou, dat was ook een vraag van mij. Ja. Hoe is dat mogelijk? Nou, leg het mij maar uit. Ik dacht echt, wij gaan 20 zetels halen. Ja. En die 8 zetels, dat zijn dus blijkbaar echt de kernstrijders. De mensen die echt zich aangetast voelen, principieel in hun vrijheid. Maar de gemiddelde horecaondernemer, die echt kapot gaat door de coronamaatregelen. Ja, die heeft dus blijkbaar nog steeds op de VVD of op het CDA gestemd. Ja. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Want die partijen hebben werkelijk niets gedaan. Ja, natuurlijk kan je zeggen, ja, er zijn steunmaatregelen. Nou, praat maar eens met de gemiddelde kapper of horecaondernemer over die steunmaatregelen. Je maakt nog een heel klein beetje omzet op je tandvlees. En je NOW gaat alweer naar 70-60%. Het is totaal drama. Ja. Ik denk dat ook nu met vakantiegeld. Ik denk dat de klappen enorm gaan worden. Ja.
Ja, en, absoluut. En het is de maand mei, hè, dat wordt uitgekeerd, als het goed is. Maar, als het goed is, ja. Ja. Maar de meeste mensen weten niet eens dat de gemiddelde ondernemer echt wakker ligt in mei, omdat de vakantiegelden moeten worden uitgekeerd. Ja. En ik begrijp überhaupt niet waarom de vakantiegeld moet zijn. Nee. Ik bedoel, als jij toch loon krijgt, kan je toch zelf sparen voor je vakantie. Waarom, ja. Waarom moet ik als werkgever dat gaan bijhouden? En we zijn toch niet stel kinderen? Nee, dat zou je zeggen van niet. Maar schijnbaar vindt het merendeel van Nederland toch fijn dat het handje wordt vastgehouden. Ja, het is zoals Mark Rutte in een debat zei, geloof een jaar geleden, van we zijn uiteindelijk een diep socialistisch land. Mm-hmm. En het begint nu echt nog verder over te hellen. Ja. De overheid wordt steeds groter. De macht van het individu wordt steeds kleiner. Mm-hmm. En uiteindelijk ben je nergens meer verantwoordelijk voor. Hè? Niet voor je kinderen, niet voor je huis. En, nee. En uiteindelijk hebben we niets meer. You will own nothing and you will be happy. Ja, dat is het nieuwe credo. Ja. En daar moeten we het mee doen, schijnbaar. Wat het ook mag betekenen. Jij bent een van de weinigen in de Tweede Kamer die zich ook kritisch uitspreekt tegen die coronamaatregelen. Waarom horen wij naast jullie weinig tegengeluid van de andere partijen? Want je zou zeggen, in de breedte zouden er ook meer partijen iets van moeten vinden. Maar dat gebeurt nagenoeg niet. Hoe kan dat, denk jij? Ja, je ziet wel heel langzaam, maar het is echt heel langzaam. En pas sinds een paar maanden, zeker pas na de verkiezingen, want voor de verkiezingen durfde niemand zijn handen eraan te branden. Nee. Dat er een aantal mensen is dat onze kant op komt. Mm-hmm. En de eerste waren de heren van DENK. Dus Tunan, Kuzu en Selçuk Öztürk. Uh-huh. Die zeiden op een gegeven moment van ja, we spreken toch een beetje met onze achterban, maar die gaan allemaal op jullie stemmen nu. Nou, waarom dan? Ja, omdat ze hun vrijheid terug willen. En ze willen gewoon weer normaal kunnen ondernemen. Ja. En ik vond dat wel mooi. Dus ik merk dat DENK heel vaak op coronagebied hetzelfde stemt als wij. Uh-huh. En inmiddels is de PVV ook een beetje een soort twee sporen beleid gaan uh-huh. doen. In het begin zaten ze heel erg op de zorg. Uh-huh. En nu zitten ze toch ook weer op de vrijheid. En dat ja. is mooi. In de vorige periode hadden we natuurlijk Femke Merel van Cote Arissen. Dat was ook een dappere strijder. En nu heb je natuurlijk Caroline van der Plas. Ja. Van BBB, ja. die ook redelijk op onze lijn zit. Dus je merkt wel dat er wat scheurtjes in in de muur komen. Maar ja, de grote partijen, die zitten toch allemaal nog in een soort massapsychose. Ja. Ja, en alles wat er zeg maar afwijkt van hun mening, dat wordt weggezet. Die jongen verweet jou bijvoorbeeld in een antwoord op een vraag van jou over vaccinatie, dat je nepnieuws aan het verspreiden bent. Hugo de Jonge. Ja, dat is tegenwoordig een veel gebruikte term. Hoe is daar achteraf op gereageerd door de andere partijen? Want dat is best wel kwalijk wat hij roept. Want ja, wat is nepnieuws? Jij haalt ergens informatie vandaan, schijnbaar. Waar haal je de informatie trouwens vandaan? Ja, overal vandaan. Ik heb contacten met allerlei mensen die op intensive care werken in allerlei ziekenhuizen. En dat zijn de meest wisselende verhalen. Sommigen zeggen van, joh, het ligt hier helemaal vol. En sommigen die bellen mij en die zeggen, ja, weet je, we hebben hier 18 bedden en er liggen er 2 vol. En één heeft een auto-ongeluk gehad en de ander gaat overlijden aan kanker. Maar ze hebben alle 2 een positieve PCR-test gehad. 2 coronadoden. Ja. En er is verder niks aan de hand. Nee. Dus ja, en uit al die verschillende verhalen destilleer je een mening. En dan stel ik een vraag. Nou, ik had bijvoorbeeld over die verpleegtehuizen. Had ik echt wel 20 verschillende berichten gekregen van, joh, echt, iedereen is gevaccineerd hier en meteen 3 dagen daarna een corona-uitbraak met zoveel doden. Dus ik vroeg dat, van joh, wordt het wel goed geregistreerd? En toen ging hij helemaal uit zijn pan. Ja. En heel eigenaardig. Ja, dat is heel vreemd. Waarschijnlijk wist hij het wel, moest hij iets verbloemen. Ja. Nepnieuws is gewoon hetzelfde wapen als complotwappie, antisemiet, racist, homofoob. Ja, je begint te schelden en dan hoop je dat het daarover gaat. De Godwin. Ja, prima, dan gaat het niet meer over de inhoud. Ik stelde een vraag over de registratie van vaccinatiebijwerkingen. Mm-hmm. En ik vond dat het anders ging dan de registratie van coronadoden. Nou, dat was blijkbaar een te gevoelige vraag. Ja, want hij zei, heel giftig. Ja, de vaccinatiebereidheid gaat hierdoor omlaag. Ja, ja, who cares? Echt, ja. Dat is toch niet de bedoeling van het debat in de Tweede Kamer, om de vaccinatiebereidheid hoog te houden? Nee, ik wil weten dat hij als minister van Volksgezondheid het juiste doet. Nou, dat doet hij pertinent niet. Nee. En dat blijkt dan uit de antwoorden op die vragen.
Ja, want je hebt je ook uitgesproken over de PCR-test. Ondertussen dreigt er een soort van testsamenleving te ontstaan, waar maar liefst 1,1 miljard euro voor is gereserveerd. Hoe is dit beleid tot stand gekomen en vanuit waar wordt dat gefinancierd? Nou ja, met het laatste te beginnen, geld blijkt geen rol meer te spelen. Nee. We hadden geen geld. Kan niet op. We hadden geen geld voor het onderwijs, we hadden geen geld voor de zorg. Fleur Agema heeft daar jaren voor gevochten. Kon allemaal niet, was niet te doen. Mm-hmm. We hadden geen zorg voor het leger, of geen geld voor het leger. Helemaal niks. Nee. En nu bedenkt Hugo de Jonge dat hij een pilot wil met een testsamenleving. En er kan 1,1 miljard naartoe. Zonder dat het door de Kamer gaat. Ik vind het onbestaanbaar. Ja, want vandaar ook mijn vraag. Waar komt al dat geld ineens vandaan? Nou ja, dat komt gewoon op de staatsschuld. Uiteindelijk. Uiteindelijk gaan wij met z'n allen betalen. Wij betalen alles met z'n allen. Ja. Dus gratis geld bestaat niet. Nee. En uiteindelijk gaan de mensen die waarde toevoegen, gaan het betalen. Dus de mensen die iets creëren of iets doen. Hè, die echt werk doen. Ja. Dus de gemiddelde ambtenaar op het ministerie van VWS, die plannetjes aan bedenken, dat zijn kosten. Hè? Dat voegt niet zoveel toe. Dus ergens zal bij die 2 miljoen ondernemers en die mensen die allemaal in de horeca en de zorg werken, daar zal het geld moeten worden verdiend. Ja. En we vergeten dat we straks hogere belastingen gaan betalen. Hogere VPB, hogere BTW, hogere loonbelasting. Ja, dus wij gaan het met z'n allen betalen. En daarom is het ook zo jammer dat er nu een carte blanche ligt bij dit kabinet om al dit soort belachelijke luchtballonnetjes uit te voeren voor enorm veel geld. Ja, want waarom blijven wij die PCR-test gebruiken, terwijl iedereen eigenlijk feitelijk heeft toegegeven dat er geen besmetting of virus mee vast te stellen is? Dat is ook opmerkelijk. Waarom volharden ze in die PCR-test? Ja, nou, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Hè. De specificiteit en sensitiviteit is vrij hoog van de PCR-test als je dat als aanvullend instrument gebruikt. Mm-hmm. Mario Ortje-Buijzen die heeft in het begin al helemaal gezegd van joh, als enkel diagnostisch instrument is dat niet goed. Als je een hele lage prevalentie hebt, dan moet je dat niet doen, want dan krijg je heel veel fout positieve. Als je een prevalentie hebt van 1 promiel, dan heb je dus 1 op de 1000 die heeft dan corona. En als je een foutenmarge van 3% hebt, dan vind je 31 mensen met corona. Maar dus 97% is dan fout positief. Dus het is gewoon een onzintest. Ja. Maar als jij wel corona hebt en een arts die zegt, nou, je hebt geen reuk en geen smaak en je hebt hoofdpijn en longproblemen en koorts. En we doen nog een aanvullende PCR-test. En daar komt dan uit dat je corona hebt. Nou, dan denk ik dat je wel corona hebt. Ja. Dus dan is het een hele goede test. Ja. Alleen maar niet op de manier zoals we het nu inzetten. We testen Jan en Alleman. En Hugo de Jonge die presenteert dan al die absolute getallen. Nou, hij zegt, oh, we hebben 8000 positieve testen. Of 8000 besmettingen gevonden. Ja. Je hebt geen idee. Nee. Je zegt, nou, het is toch heel slecht. We hebben de dag na 9000 besmettingen gevonden. Oh, het gaat omhoog. Ja. Maar dan vergeet hij erbij te vermelden dat hij 2 keer zoveel heeft getest. Dus het is totale kolder wat er ons voorgehouden wordt. Ja, de data zitten ze ook niet erg scherp op. We hebben bijvoorbeeld een Maurice de Hond die zich heel veel bezighoudt met data. En dat ook aanlevert, maar er wordt eigenlijk niet naar geluisterd. Is het dan een soort van tunnelvisie? Ik sprak Maurice de Hond zelf vorig jaar. En die gaf aan, nou ja, het complotten en het tunnelvisieverhaal, dat wil ik laten voor wat het is. Het is meer onkunde. Is dat ook iets wat bij jou door je gedachten gaat? Is het onkunde? Of is het tunnelvisie vasthouden aan iets waar ze eigenlijk van weten dat het misschien niet werkt, maar ze hebben niks beters? Of hoe moeten we dat zien? Ja, nou, ik heb wel eens gezegd in zo'n debat, ik geloof niet in complottheorieën, maar wel in domheid, incompetentie en perverse belangen. Ja. En dat is ook zo. Kijk, Hugo de Jonge is niet opgeleid voor de baan die hij nu doet. Nee. Hij heeft geen idee. Dus hij gaat af op het OMT. Nou, daar zitten virologen en epidemiologen in. En daar zou je natuurlijk iemand zoals Maurice de Hond prima aan kunnen toevoegen. En dan kreeg je een ander soort geluid. Als ze meteen hadden ingezet op aerosolen en luchtbehandeling, en dan had je een heel andere samenleving gehad. Ja. Dan had je veel minder schadelijke maatregelen hoeven nemen. Ja, maar ze vinden het op een of andere manier vinden ze het niet nodig om naar bijvoorbeeld een Maurice de Hond te luisteren. Hoe kwalijk is dat voor de oplossing? Om uit deze pas te komen. Kijk, op dat moment, toen we nog dachten dat het ebola was natuurlijk ontzettend kwalijk. Want toen kwam Maurice met allerlei oplossingen. Mm-hmm. En die zag haarscherp door de data goed te analyseren wat er feitelijk echt aan de hand was. Maar nu we weten dat het niet meer is dan een hele stevige griep.
Ja, hoeven we helemaal niks meer op slot te doen. Een lockdown slaat nergens op. Er is geen enkele grafiek in welk land dan ook die laat zien van, oh, we hebben hier een lockdown. Nou, dat heeft een enorm effect. We hebben een avondklok. Oh, zie je wel, de grafiek die gaat omlaag. We gaan allemaal mondkapjes dragen. Nou, kijk, een knik in de grafiek. Niks, nergens. Dus het is totale onzin. Dus, want die 5 traps, hè, dat plan wat is gelanceerd, dat we in 5 stappen weer een soort van terugkeren naar het oude normaal, voor zover dat gaat gebeuren. Is dat wat jou betreft te ingewikkeld? Nou, om eerlijk te zijn, ik word helemaal kriegel van dat soort plannetjes. Dat, ze willen ook helemaal niet terug naar het oude normaal. Ze willen een situatie waarin iedereen ieder jaar gevaccineerd wordt. Ja, als een soort griepprik, maar dan iedereen, ook kinderen. En dan wel mondkapjes blijven dragen en 1,5 meter. Ja, kijk, wij zijn alle 2 opgegroeid in een samenleving waarbij je elkaar een huggy geeft en in een kroeg kan staan en naar de kermis kan gaan en naar de sportschool kan gaan. Ja, ik wil gewoon weer terug naar het normale leven. Ja. Ik wil, en het is ook bewezen mogelijk. Ja. En natuurlijk, als er ebola zou rondwaren, natuurlijk, dan zaten wij hier niet zo te praten. Gingen we niet doen. Nee. Want dan heb je een grote kans dat een van ons 2 doodgaat. Ja. En dan dus ook een doos gezond verstand gebruiken. Natuurlijk, ja, gezond verstand. Ja. Maar je wijst even naar dat krantje voor. Ja, nou, dat is toch een van de dappere strijders die... Absoluut. Die goede goede dingen doet. Ja. Nee, maar met ebola was het natuurlijk allemaal prima geweest. Maar met een hele stevige griep. We hebben ons hele leven, ieder jaar, misschien moeten bedenken van, nou, als je griep hebt, blijf je thuis. Mm-hmm. Nee, ik heb nog nooit griep gehad, maar oké, als je griep hebt, blijf je thuis. Nee, dan ga je niet met elkaar zoenen. Nee. Want dan steek je elkaar aan. Nee, is gezond verstand. Weet je waarom? Ja, gezond verstand. Ja. Dus we moeten terug naar het oude normaal met gezond verstand. Ja. En dan denk ik dat deze hele pandemie gewoon weer terug kan gebracht worden naar wat het is. Ja. Ja, een jaarlijkse coronagolf. Nou, ja. Dat hebben we al 1000 jaren blijkbaar. Ja. Pierre Capel heeft daar mooie filmpjes over gemaakt. Dan, ja, ieder jaar hebben we een coronagolf. Alleen nu, met die PCR-test, kunnen we zien, oh nee, dit is corona. Oh, leuk. Ja. Maar vroeger was het gewoon griep. Ja, die schijnt er niet meer te zijn. Nee, die is weg. Dus, maar dat komt omdat ze ons zo goed aan de maatregelen houden. Ah, oké. Maar ja. omdat we ons niet goed aan de maatregelen houden, moeten die maatregelen van kracht blijven. Dus eigenlijk ligt het aan ons? Het ligt altijd aan ons. Oké. Hoe is de vaccinatiebereidheid in politiek Den Haag zelf? Ja, het is een beetje hetzelfde als die mondkapjes. Hè. Het is een soort symbool geworden. Ja. Hoe meer corona bereid je bent om al die gekkigheid te geloven, hoe groter je mondkap. En die mensen die lopen rond daar en gaan steeds meer afstand houden. En hoe meer afstand je houdt, hoe beter je bent, hoe meer je deugt. En met die vaccinaties is het hetzelfde. Ja. Mensen zijn er trots op. Hè? Mensen gaan op televisie. Ernst Kuipers zag ik laatst op televisie. Arm ontbloot en kijk mij eens, ik ben stoer. Ik vind het totale onzin. Ja, het is best gevaarlijk. Ook als je ziet waar het heen gaat. Want zeg maar, de mensen die niet gevaccineerd willen worden, die worden straks buitengesloten. Althans, daar lijkt het op. Zie je dit als een reëel gevaar? En wat gaan jullie daar als Forum tegen doen? Hoe gaan jullie daar tegen afzetten? Het buitensluiten van mensen die zich niet willen vaccineren. We krijgen straks paspoortjes om toegang te krijgen tot events en noem maar op. En het lijkt er nu op dat je daar alleen komt als je of een testbewijs hebt, of sterker nog, je kunt aantonen dat je gevaccineerd bent. Dat is denk ik niet wat we willen, maar het ziet er wel zo naar uit. Wat gaan jullie daartegen doen om dat te voorkomen? Dat we medische uitsluiting krijgen? Want daar hebben we het in feite over dan. Ja, nou, komende donderdag is het wetgevingsoverleg over de testbewijzen. Mm-hmm. Vorige week deed Pepijn van Holingen het WGO over de quarantaineplicht. Mm-hmm. Wij zijn echt moordicus tegen al deze rare vormen van uitsluiting. En het is natuurlijk bizar voor woorden dat je voor een relatief ongevaarlijke ziekte, natuurlijk niet voor iedereen, maar voor jou en voor mij wel, dat je daar zo'n systeem voor optuigt. Ja. En daar ook allerlei dingen aan hangt. Hè? Van waarom zou je wel naar een festival of een kermis of een kapper of een... Dan zeggen ze, oké, overheidsgebouwen die zijn altijd toegankelijk. Ja, dat, alsof ik een soort snoepje krijg. Ja, maar dat mag dan wel. Ja, nee, ik wil gewoon alles. Ik wil gewoon vrij zijn. Totaal, zoals het zwaar bevochten is. Gewoon die vrijheid, die is er, die is absoluut. En als individu wil ik die gewoon
opeist. En die is ook voor ons allemaal zo. En die, ja, die eindigt pas als de een de ander doorzit. Maar niet door een overheid die zegt, ja, maar ja, als jij gevaccineerd bent, dan, of als je iedereen laat testen bij jouw horecagelegenheid, dan mag je misschien niet 30, maar 60 mensen binnen hebben. Ja, dat gaat een hele gevaarlijke kant op. Dat gaat Hugo de Jonge toch niet voor ons bepalen. En nee, daarom vind ik ook, ik vind dat een hele moeilijke scheidslijn eigenlijk. Want je moet dus ergens een moment bepalen dat het positivistische recht dat jou opgedrongen wordt, al die rariteiten van Hugo de Jonge, dat je het daar niet meer mee eens bent en je ook niet meer daaraan gaat houden. Nee. Maar dan houd je dus niet meer aan de wet. Nee. En het is versleuteld in de wet, dus je bent strafbaar als je daartegen acteert nu. Maar dat is moeilijk, want je wil je aan de wet houden. Ja. Maar als de wet zo slecht is en zo indruist tegen jouw gevoel van basale vrijheid en tegen jouw grondrechten in, ja, wat moet je dan doen? Ja. En ik draag zelf geen mondkapje meer. Hè, dus ik, wat dat betreft, duw ik de wet al een beetje mijn kant op. Maar ja, ik ga ook niet meedoen aan de hele vaccinatie-nonsens. Nee. Want er zijn op viruswaarheid diverse rechtszaken gevoerd tegen het beleid die ze uiteindelijk allemaal wel hebben verloren. Jij hebt ook rechten gestudeerd. Is er nog wel sprake van een onafhankelijke rechtsstaat? Nou, ik heb alleen mijn probeduizenrechten gedaan. Hè. Ik heb in Delft elektrotechniek gedaan. Maar je weet er wat meer van dan de gemiddelde Nederlander. Als je dan kijkt naar de situatie van nu, hebben we dan nog een onafhankelijke rechtsstaat? Nou, dat denk ik wel natuurlijk. Maar ik hoop wel dat de rechters op een gegeven moment hier korte metten mee gaan maken. Ja. En ik kan me voorstellen dat Hugo de Jonge plannetjes bedenkt waarvan hij denkt dat ze in een rechtsstaat passen. Mm-hmm. Maar ik mag toch aannemen dat in ieder geval de rechters op een gegeven moment zullen zeggen, nou sorry, maar dit is, dit kan gewoon niet. Nee. Want zoals je weet is er ook een buitenparlementaire onderzoekscommissie die middels het horen van getuigen onderzoek doet naar de door overheid getroffen maatregelen in het kader van corona. Recent kwamen zij met een tussenrapportage en die wilden ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Rutte, Grapperhaus en de Jonge namen dit niet in ontvangst. Daar weet je van? Ja, dat weet ik. Ja, nee, maar ik heb die tussenrapportage wel in ontvangst genomen en Thierry ook. Maar waarom is dat volgens jou dat Rutte, Grapperhaus en de Jonge bijvoorbeeld dat niet in ontvangst namen? Nou, ze zijn er totaal niet in geïnteresseerd. Kijk, wij hebben al een paar keer, ik geloof dat Geert Wilders heeft een keer een motie ingediend en ik heb een keer een motie ingediend om te vragen voor een parlementaire enquête. Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn om over zo'n ramp, hè, de coronamaatregelen, niet corona zelf, maar de coronamaatregelen, een parlementaire enquête te organiseren. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk altijd verworpen, die moties. Dus het is heel goed dat Pieter Kuyt die buitenparlementaire onderzoekscommissie doet. Maar het is natuurlijk niet een echte parlementaire enquête. Daarom ben ik daar zelf ook niet gaan zitten. Nee. Maar het is wel stuitend wat voor verslagen je daar kan lezen. Wat voor, met name die politieagenten bijvoorbeeld laatst. Ja, het heeft wel een functie. En ik hoop ook dat veel mensen die verslagen allemaal zullen lezen. En dan denk ik van ja, hier is toch wat aan de hand. En ja. Net als mijn ouders die in maart vorig jaar nog best heel erg pro-corona waren. En dachten dat je aan die regels moest houden. En inmiddels helemaal over zijn gekomen naar de andere kant. Ja. En zo zijn er steeds meer mensen, en de BPOC is daar een goed middel toe, die, om mensen wakker te maken, mensen bewust te maken van het feit dat er ook echt een andere kant aan het verhaal zit. Ja. Nou ja, interessant dat je dat zegt, want in onze eerdere uitzendingen hebben wij ook gesproken over het politiegeweld, bijvoorbeeld 14 maart op het Malieveld in Den Haag. Je hebt hierover kamervragen gesteld. Wat is de status daarvan? Nou, ze zijn beantwoord. Ja. Ja, en kijk, die kamervragen die stel je en dan hoop je dat je een zinnig antwoord krijgt. Heb je dat gevoel? Nee, dat is bijna nooit zo. Ik heb vaak het gevoel dat daar mensen heel hard zitten te lachen en dan sturen ze je weer met een kluitje het riet. Ja. Heel vaak. Ja. En hier ook. Kijk, ik heb ook nog een keer tijdens een interruptie Mark Rutte erover bevraagd. En toen zei hij, ja, je moet niet afgaan op filmpjes. Er zit altijd een voorgeschiedenis aan vast, die ik nog niet heb gezien. Ja, dat gaf hij aan. Nou, hartstikke mooi, maar we leven in een tijd waarin alles wordt gefilmd van 20 kanten. Ja. En als je dan die filmpjes allemaal bekijkt en je ziet dat er volstrekt weerloze, vredelievende, oudere mensen compleet in elkaar geslagen worden.
Ja, terwijl hoef je de voorgeschiedenis niet voor te kennen. Hè? Nou, de voorgeschiedenis kan je ook zien, want het staat ook allemaal op ja. film. Want iedereen is wel eens een keer ergens aan het filmen. Dus je ziet die hele compilaties. Ja. En dan zie je dat het gewoon nergens op slaat. En dan snap ik dat het... Ik snap echt wel dat er een keer een foutje gemaakt kan worden en dat het uit de hand loopt. Mm-hmm. Maar de meeste politieagenten die ik ken, die deescaleren. Die zijn altijd bezig met te zorgen dat het goed gaat. Ja. En nu zie je een bijna georganiseerde geweldsexplosie. Waarbij het elke keer op dezelfde manier misgaat. Hè, er gebeurt niks. Een paar uur lang zijn mensen, ze staan allemaal met hun rugzakjes, een beetje te zingen of een beetje te praten. Ja. En er is niks aan de hand. Dan plotseling dan staat er opeens een rij met busjes en plotseling komen een paar Romeo's uitrennen. En dan slaat de vlam in de pan. En dat lijkt georganiseerd. En dat is zorgwekkend. Zeer zorgwekkend, want inderdaad, het lijkt op een bewuste escalatie. Ja, anders kunnen we niet naar kijken, want we zien dit. Heb jij ook geluisterd naar de verhoren van de politie door de BPO's? Nou, ik heb dus niet alle 48 geluisterd. Je hebt er een paar gehoord? Nou, er staat er één op. Dat is een Zoom-gesprek. Nou, dat is wel een vrij intens gesprek. Voor verklaring meer. Mm. En ik heb er 3 of 4 echt helemaal beluisterd. En ik heb nog wat meer verslagen gelezen. Maar ze komen echt op hetzelfde neer. Ja. Het zijn politieagenten die ervoor getekend hebben en opgeleid zijn om de orde te bewaren. En het beste hebben met de mensen. En die toch zich gedwongen voelen om geweld te gebruiken. Ja. En die al constateren dat bij collega's buitensporig geweld wordt gebruikt. En dat er echt veel te ver gaan. En die dan ook PTSS krijgen of echt diep in de problemen komen. Ja. Ontslag nemen. Ja. Nou ja, Dennis Paastra is een voorbeeld van iemand die uiteindelijk ook thuis terecht is gekomen. Zich wel inspant met Police for Freedom. Ja. Heb jij het idee dat Nederland veranderd in een politiestaat? Nou, dat nog niet. Maar ik vind het wel heel vreemd dat artikel 9 van de grondwet zegt dat wij gewoon mogen demonstreren. Mm-hmm. En daar hoef je helemaal geen vergunning voor te hebben. Je mag gewoon demonstreren. En het maakt ook niet uit waarvoor dat is. Of dat nou kick-out Zwarte Piet is of Black Lives Matter of stop de lockdown. Dat maakt niet uit. En de zittende macht lijkt een beetje vergeten te zijn dat het niet uitmaakt. Nee. Dat dat gewoon ons recht is. En of jij nou burgemeester bent of Kamerlid of minister. Nee, je hebt zich gewoon aan de grondwet te houden. Ja. En ik snap ook niet waar dat... Je kan dat niet zomaar wegmoffelen van... Oh nee, maar het is voor de volksgezondheid en daarom doen we al die grondrechten maar even niet. Nee, dat zijn grondrechten. En die moet je heel erg goed respecteren. Ja. En dat gebeurt niet. Nee, want dat schenden van die rechten, wat zouden jullie daaraan kunnen doen? Behalve het bespreekbaar maken. Want het is best wel lastig om dat zeg maar aan te pakken. Je kunt het bespreekbaar maken. Maar wat zijn nog meer instrumenten om dat tegen te gaan? Nou, kijk, het begint altijd met iets kleins. Hè. Wij proberen in de Kamer natuurlijk heel hard te strijden. Mm-hmm. Met beperkt resultaat, maar we maken wel een hoop lawaai daar. Maar je hebt daarnaast heb je natuurlijk allerlei andere groepen. Van moederhart tot viruswaarheid. En je merkt dat al die groepen steeds meer tractie kregen. En uiteindelijk telt er maar één ding. Dat is namelijk wie heeft de meeste poppetjes. Ja. En in een democratie is het heel simpel. Het volk, wij zijn gewoon met meer. Mm-hmm. Dus op het moment dat het volk iets wil, gaat dat gebeuren. Ja. En dan kan er nog of een dictatoriaal regime zijn. Of een soort FOP-regime. Of een soort angstpsychose. Maar uiteindelijk komt de waarheid boven tafel. En zal de massa gewoon zeggen, ja maar sorry. Wij willen gewoon weer in het Vondelpark zitten. Ja. Dat gebeurt dan ook. Maar dan zie je die arme studenten op een kleedje zitten. En die worden er gewoon helemaal afgetikt. Ja. En op een gegeven moment accepteren ze dat niet meer. Nee. Met name bijvoorbeeld die studenten. Ja, vroeger bezetten ze het Maagdenhuis. Nee, die waren echt heel actief. Nou, nu niet. Maar ja, die zitten natuurlijk allemaal met een studieschuld. En een BSA die ze moeten halen. Dus ze zijn ook minder vrij dan vroeger. En misschien dat vanuit de studentenbeweging. Maar ook vanuit de ondernemers op een gegeven moment... Toch... De ballon moet vol, eerst waarschijnlijk. De ballon moet goed vol voordat hij knapt. En dan zal er waarschijnlijk wat gaan gebeuren. De meerderheid... Ja, maar het aardige is, je ziet al dat de mensen van viruswaarheid zijn heel anders dan de mensen van moederhart. En die zijn weer heel anders dan bij Forum voor Democratie. Maar we hebben wel allemaal hetzelfde vrijheidsideaal. En we zijn bereid daarvoor te strijden. En dat gebeurt nu. En je ziet dat er steeds meer aanhang is. Ik denk dat als de verkiezingen 2 maanden later waren geweest, dat we veel meer zetels hadden gehaald. Ja.
Ik denk dat als Mark Rutte niet had gezegd vlak voor de verkiezingen, ja, we gaan nu de maatregelen gaan we allemaal opheffen en we gaan het verlichten. Ik zie het allemaal goed komen. Toen dacht iedereen, oké, nou goed, dan nog maar voor de zittende macht. Nu voelen ze zich verraden. Ja. Maar ik denk dat de mensen worden echt wel wakker. Is het ook niet een beetje te verklaren dat Rutte wederom zoveel zetels heeft gekregen met zijn partij, omdat de samenleving is vergrijsd en dat heel veel mensen het lastig vinden om nieuwe stromingen te steunen en dan maar voor het oude te kiezen? Zal daar zijn winst voornamelijk zitten? Nee, ik denk dat voornamelijk angst is en die zit in alle lagen. En ik denk juist heel veel ouderen, spreek ik de laatste tijd, die zeggen ja, maar... En nog eens een keer goed gezond verstand gelezen. Nee. En het NOS-journaal, dat geloof ik niet meer. Nee. Ik ga gewoon mijn kleinkinderen weer knuffelen. Ja. Want een jaartje niemand zien en niemand knuffelen. Oké, maar nu is het echt afgelopen. En ik neem dat risico zelf wel. Ja. En ook heel veel mensen hebben het gehad. Hè? Dat is ook aardig. De mensen die het gehad hebben. Natuurlijk zijn er mensen die op de IC komen. En natuurlijk zijn er mensen die echt heel erg ziek worden. Maar de meeste mensen die het gehad hebben, ja, die zeggen ja, ik heb het gehad, nu weet ik wat het is. Ja, bekijk het maar, ik ga gewoon weer door met mijn leven. Ja, en dat zou eigenlijk ook zo moeten. Tot slot, we zien ook steeds vaker openlijk de connectie tussen Nederlandse politici en het World Economic Forum. Rutte, Kaag, De Jonge, Hoekstra. Kreten als Build Back Better and You Own Nothing, But You Be Happy. Die komen allemaal uit de stal van de heer Klaus Schwab. In hoeverre heeft Nederland zich gecommitteerd aan het beleid van het World Economic Forum? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat ze hem niet gecommitteerd hebben, maar het is gewoon een stroming. Het is ook geen complottheorie, het is gewoon de werkelijkheid. Nee, het is gewoon openlijk. Ja, Klaus Schwab heeft gewoon een boek geschreven en daar staat het allemaal in. Ja. Dus niks complot. Nee. En mensen zoals Kaag en Rutte geloven dat ook. Die geloven in die supranationale lichamen. Die geloven in de EU en de World Economic Forum en de Wereldbank. En ga ze maar door. Mm-hmm. Je kunt je afvragen hoeveel invloed je daar dan nog op hebt als individu. Ja. En ik denk vrij weinig. Ja. Nou, dus wat mij betreft maken we het allemaal wat kleiner. En daarom vind ik bijvoorbeeld de gemeenteraad ook zo leuk. De gemeenteraad gaat gewoon over zijn gemeente. Mm-hmm. Waar gaan we nieuwe bomen planten? Hoe gaan we de riolering organiseren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we allemaal wel elektriciteit uit ons stopcontact blijven krijgen? Hoe gaan we de nachtopvang regelen? En daarom denk ik dat daar de democratie het best tot zijn recht komt. Dus je moet, denk ik, veel meer een beweging hebben van boven naar beneden. Dat het kleiner wordt en tastbaarder. Mm-hmm. Dan dat je het omhoog tilt en een soort wereld... een soort wereldbestuur creëert. Is nog iets wat jij kwijt wil? Nou, de samenleving zou het wel mooi zijn als mensen wat meer respect zouden krijgen voor elkaars mening. Mm-hmm. Ook al zijn ze zover verschillend van elkaar, gewoon het luisteren naar elkaars mening. Ja, wat je heel erg merkt nu is dat... door die angstpsychose en door die staatspropaganda en die massa-indoctrinatie, dat mensen zoals ik, die dan een andere mening verkondigen, en ik probeer het zo beschaafd mogelijk te doen, dat die toch ook sociaal gecanceld worden. Ja. Je wordt geweerd, mensen gaan aannemen dat je een hele, hele rare figuur bent, dat je antisemiet bent en homofoob. En ja, ik denk, ja, totaal absurd. Ja. En als je dan pretendeert vrijdenkend te zijn, ik heb de laatste tijd heel veel discussie met D66'ers. Als je pretendeert een vrijdenkende D66'er te zijn, ja, zoek dan ook de ruimte in je eigen hoofd eens op om de mening van een tegenstander, voor zover je dat zo kan noemen, want we hebben allemaal hetzelfde doel. Mm-hmm. Ook te waarderen en niet ogenblikkelijk dat te cancelen en een cordon sanitair te willen en je helemaal uit hun leven te bannen. Nee, je kan gewoon een goed gesprek hebben en het met elkaar oneens zijn. Dat is niet erg. Nee, agree to disagreement. Ja, maar ook, je kunt alle twee gelijk hebben. Je kunt alle twee op een andere manier de wereld willen inrichten. Ja. Ik heb heel vaak met SP'ers goede gesprekken. Dan zijn we het ook vaak eens. Hè. Zij willen gewoon meer geld naar de mensen die de arbeid verrichten. En prima. Ja. Ja, als je dat wil, als je meer wil nivelleren, prima. Ja, ik wil dat niet. Ik wil dat iedereen heel erg succesvol kan zijn. En die verschillen mogen best wel groot zijn. Maar natuurlijk, we willen dat iedereen dezelfde kansen heeft. Maar als je dan heel erg je best doet, dan wil ik dat verschillen groter worden. Want ik vind die verschillen juist leuk. Ja. Maar een SP'er vindt dat niet. Maar daar heb ik nooit een probleem mee. Het probleem zit hem nu in een soort, ja,
ideologische, religieuze beleving van het hele coronaverhaal. En mensen worden daar heel boos over. En ik begrijp dat niet. Nee. Nou ja, het zorgt ook voor heel veel polarisatie. En dat is jammer. Hè? Want we zouden juist heel dicht bij elkaar moeten komen. Ja. Je merkt het met die mondkapjes. Hè? Hoe erg is het nou dat ik niet in mijn eentje in de auto zit met een mondkapje op? Ja. Mensen spreken me erop aan. Ja. Als ik door het bos loop met mijn hond, zeggen mensen, nou, doe je mondkapje op. Als ik in een winkel kom, een enorme winkel, de Gamma, weet ik veel. Dus, waarom doe je je mondkapje niet op? Kunnen we elkaar niet gewoon een beetje met rust laten? Als jij een mondkapje op wil doen, ik zal nooit tegen jou zeggen, waarom doe jij een mondkapje op? Nee, ik vind het een belachelijk symbool, maar ik ga andere mensen daar niet op aanspreken. Nee. Maar het omgekeerde gebeurt wel. Ja. Ja, ik denk dat het kenmerkend is tot slot voor hoe het nu in dit land staat. We staan eigenlijk een soort van lijnrecht tegenover elkaar. En ik hoop dat wat dichter bij elkaar komt. Mede ook door het gesprek waarin ze jou ook weer van een andere kant hebben mogen zien. Dus ik wil je danken voor je deelname aan dit gesprek, Wiemen. Nou, jij ook bedankt. Ik vond het erg leuk. Graag gedaan. Ik wens je ook heel veel succes de komende tijd. Want er valt nog genoeg te doen voor jullie. Succes daarmee. Dankjewel. En voor de kijkers, ik wil jullie tevens ook bedanken dat jullie weer wat tijd hebben besteed om ons te bekijken. Hou ons in de gaten. Wij houden Wiebren van Haga ook in de gaten met ontwikkelingen die de komende tijd vast zullen komen. En ik wil jullie bedanken en tot ziens.